Kan je een stukje eruit voorlezen? Oké. Het zit helemaal goed ingepakt, geloof ik. Ja, we gaan elke dag om 4 uur naar. We gaan elke dag om 4 uur tot en met soms 5:30 of 6 uur. Is verschillend. Het is ook lang? Ja, het is lang. Maar het is wel leuk. Ja, het is best wel leuk hoor. Het ziet er mooi uit. Kan je dat lezen? Ja. Is het blanisch dan dat je misschien laag maar hem? Ja, zin, wel Koran, el Hakim, inneke man, el Nur Selim, ala sirati, muntekin, ten zil, lel auzi, si rahim, litten si rakau man, ma unzi, ra aya uhim, sehum. La filun laqat haqa haqqal qawlu ala iktadihim vihum la yu'minun inna ha'al nafi'a naqihim ihlalan fahila'i Ilal qani shahum muk hani muk mehul. Het lijkt wel op zingen, joh. Bijna. Doe je dat al lang, die Koranlessen? Ja? Ja, 2 jaar. En hoe lang moet je nog, of maakt dat niet uit? Tot het afgelopen is, tot het klaar is. En dan mag je gewoon, hoef je niet meer te gaan, moet je van een andere beginnen. En ik weet niet, hoe lang doe je daarover, over dat boek? Nou, het is verschillend. Soms doe je er 1 jaar mee of 2 jaar soms. Het is echt verschillend. Hangt vanaf hoe snel je bent. Ja. Ja. Soms lees je iedere dag 1 uur of 2 uurtjes. En wat kan je daar dan verder mee doen? Ja, maar dit had een Arabische boek. En, maar is dat, kan je dan verder gaan leren of zo? Ja. Ja. En kan je dan nog iets worden, of niet? Ja, Hoja. Hoe heet dat? Dat is een meester, ja. Ja, meester bijvoorbeeld, je gaat nu naar moskee en zij gaat lezen en ik ga haar kijken of ze het goed doet. Ja. En dan kan je dat laten worden als je echt erin goed bent. Oh, dat is wel leuk. Ja. Maar zijn jullie nou al te laat of? Nee, oh, nee, heel gelukkig. Dan gaan we nog even door. Ik moet eerst van begin zo lezen. En dan moet ik. Hoe lang doe je daarover om dat te kunnen lezen? Een maand of zo. En daarna begin je weer met Koran. En de volgende bladzijde is veel heel anders. Oh, zo ja, begin je weer met Koran. En de andere bladzijde kun je al heel goed deze Koran lezen. En dan begin je met deze boek. En dat schrift, dat is echt alleen maar in de Koran? Deze? Of? Nee, dit is gewoon voor kleine kinderen. Moet je van het begin beginnen. Ja. En de eind is de woord later ook zo groot. Kan je uit het Koran lezen. Oké, leuk. Bedankt. Geen dank. En veel plezier. Ja.